deze video gaan we weer een akkoordenovergang oefenen. En wel de akkoordenovergang tussen D majeur en A majeur. We gaan weer op zoek naar vingers die we kunnen laten staan. En die is er weer eentje. Je ziet bij D majeur de derde vinger, die staat op de tweede snaar, de derde positie. Bij A majeur staat ook de derde vinger op de tweede snaar, maar dan op de tweede positie. Dus die derde vinger, die hoef je niet op te tillen om naar een andere snaar te verplaatsen. Je kunt de derde vinger gewoon terugschuiven van de derde naar de tweede positie. Gaan we doen. Ik doe het weer even voor. Dus je hebt D majeur. Als je nou over wil gaan van D majeur naar A majeur, dan haal je je wijsvinger en middelvinger haal je los. En je ringvinger schuif je één positie terug van de derde naar de tweede positie. En ondertussen zet je je middelvinger en wijsvinger op de derde en vierde snaar voor A majeur. Dus de overgang van D majeur naar A majeur ziet er zo uit. Nog een keer, de overgang van D majeur naar A majeur. Als je nou weer terug wil van A majeur naar D majeur, doe je precies het tegenovergestelde. Je haalt je wijsvinger en middelvinger weer van de snaren. Je ringvinger schuif je één positie op van de tweede naar de derde positie op de tweede snaar. En je wijsvinger en je middelvinger zet je op de derde en eerste snaar voor D majeur. Dus de overgang van A majeur naar D majeur ziet er zo uit. Nog een keer, de overgang van A majeur naar D majeur. We gaan hem samen doen, doe hem met mij mee. Pak D majeur.